vandaag, meneer Hans Bonte. Meneer Bonte, hoe gaat het? Relatief goed. Het is maar relatief, omdat ik dit interview jammer genoeg vanuit mijn quarantainepositie moet doen. Ik ben ook positief, COVID-positief getest, samen met mijn echtgenote. Dus zitten we hier een beetje opgesloten, ons miserie wat te verwerken, maar het komt wel goed. Het is hopelijk gaat het ook deftig gaan voor u, als u misschien... Het is zoals het algemene weten is. Hè. Dus ik heb nu denk ik een week koorts. Ja. Veel spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden een beetje, hoofdpijn. En voor de rest is het slapen. Zeer vermoeid. Maar... ja, dat is klassiek blijkbaar. En dat komt met rust wel in orde. Hopen we allemaal. Maar ik denk dat dat hier ook wel zo zal zijn. Maar was veel beterschap aan u en uw familie. We gaan er direct aan invliegen. Kan u uzelf iets voorstellen? Ja, ik ben Hans Bont. Ik ben 58 jaar. Vader van twee kinderen. Die niet meer thuis wonen. Mijn dochter woont in Vilvoorde in het centrum. En mijn zoon woont samen met zijn vriendin in Brussel. Ik ben intussen jarenlang actief in de politiek. Ik heb 25 jaar lid geweest van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. En nu ben ik al 20 jaar ook actief hier in Vilvoorde, in onze stad. Waar ik nu 8 jaar burgemeester ben, maar daarvoor was ik ook voorzitter van het OCMW. Ben ik ook schepen geweest. Dus in die zin ben ik al gans mijn leven actief in de politiek. En het is zo dat ik eigenlijk doorheen gans mijn politieke carrière toch ook wel altijd een beetje jeugdwerker ben gebleven. Mijn eerste job was... straathoekwerk, was jeugdwerker, buurtwerk in Sint-Jans Molenbeek aan de Zwarte Vijvers, waar ik nogal wat initiatieven opgericht heb om proberen ook kinderen, jongeren een toekomst te geven in een van de moeilijkste buurten van de hoofdstad. En dus de reflex van aandacht hebben voor kinderen, voor jongeren, is mij denk ik bijgebleven, maar waarbij dat ik gelijktijdig ook vaststel dat er wellicht nauwelijks moeilijker periodes denkbaar zijn dan de voorbije maanden voor die jongeren en die kinderen. Dus in die zin zijn het bijzonder moeilijke tijden. Misschien kan ik nog zeggen dat ik van opleiding socioloog ben. Ik heb ook politieke wetenschappen gestudeerd en ik heb ook een aantal jaren de kans gehad om een economische studiedienst te leiden. Maar voilà, dus maar geef mij maar de praktijk in plaats van de theorie. U zit liever in het veld? Absoluut, het is daar dat het gebeurt. Het is ook daar dat je mensen tegenkomt. En ja, als er nu één essentiële bron van voldoening of zelfs geluk is, is natuurlijk de nabijheid van andere mensen. En dat ervaar ik zeer sterk. En dat ervaar ik de laatste maanden zeer sterk, omdat het precies datgene is wat we met z'n allen voor een stuk aan het inleveren zijn. Namelijk... die sociale contacten, die vriendschapsbanden die toch ja, nu een beetje op een steriele manier moeten beleefd worden. Ook de spontaniteit die een beetje weg is. Dus ik hoop dat 2021 een definitieve krijtstreep trekt doorheen de Hanse COVID-problematiek en dat we weer kunnen overgaan naar een normale manier van functioneren. Laten we hopen dat we dan misschien de volgende interview op een andere manier kunnen afnemen. Ik zie een mooie decoratie, dus we kunnen het misschien de volgende keer bij u doen. Ja, oké. Okay. U bent altijd welkom, maar niet in deze periode. Ja, want dan zou je een paar regels moeten overtreden. Dat begrijp ik. Misschien dat we direct op kunnen inpikken. Het is een moeilijke periode geweest voor iedereen. Wat is de impact van de periode op u persoonlijk geweest? Wel, ik moet dat een beetje
ik kan daar een dubbel antwoord op geven. Eerst en vooral moet je weten dat een burgemeester sinds 13 maart, dat is het begin van de eerste lockdown, elke dag, zaterdag, zondag inbegrepen, bezig is met die COVID-problematiek in zijn of haar gemeente. En dus bij mij is dat in Vilvoorde. Dus dat betekent dat je elke dag opnieuw overleg hebt met ziekenhuis, met eerste lijns gezondheidszorgen. Dat je ook als werkgever, want een stad is ook een werksituatie, waar toch een paar honderden mensen te werk gesteld worden. Ook daar word je geconfronteerd met problemen van besmetting. Maar vooral is de taak van de burgemeesters telkens malen die maatregelen mee te implementeren, ervoor te zorgen dat mensen de maatregelen volgen, ervoor te zorgen dat de politie die maatregelen controleert, maar op een manier die ook aanvaardbaar is. En dus sinds 13 maart is dat dagelijkse kost. En dus je bent nooit gerust, je bent nooit op je gemak. Maar anderzijds is het op persoonlijk vlak de laatste dagen toch echt ook bijzonder concreet geworden wat mij, dus mijzelf betreft. Het is zo dat vorige week mijn vrouw haar mama is verloren, die is overleden. En wellicht is tijdens het bezoeken, het laatste bezoek dat zij gebracht heeft aan haar mama, is mijn vrouw besmet geraakt. En als gevolg dat die ook zelfs naar de begrafenis niet is kunnen gaan van haar mama. Maar ook met als gevolg dat niet alleen mijn vrouw COVID-positief was, maar ook ikzelf. En we dus hier zitten ons ziekte uit te zweten, letterlijk. Want we hebben alle twee wel wat koorts. En anderzijds ervaren we nu ook eens wat veel mensen, duizenden mensen ervaren hebben. Namelijk dat je kinderen komen boodschappen afzetten aan de deur. Waarbij dat je met kerstmis, ja, je kinderen ziet verschijnen in de tuin. Maar anderzijds, denk ik, zitten we nog bij de goeie. Wetende dat het er naar uitziet dat met het rusten, met het uitzweten, we er opnieuw wel doorheen komen. En dus ik ga ervan uit dat we ook dat tegen nieuwjaar rond hebben. Ik hoop dat we last. Mijn enige deelneming al om te beginnen. Het heeft dus toch een zware, denk ik, impact op het persoonlijke. En hebt u daar dan, hoe misschien macaber het er ook uitziet, hebt u zaken kunnen leren gedurende deze periode? Misschien persoonlijk ontwikkeling of misschien een les dat u eruit hebt kunnen trekken? De voorbije dagen heb ik niet veel kunnen leren, ik heb veel kunnen slapen. Met een koortsig lichaam doet je niet veel. Dus daar heb ik eigenlijk, dat zal nog moeten komen. Wat ik de voorbije maanden toch wel geleerd heb, is zeer veel dingen relativeren. Ik denk dat dat opnieuw een soort les is dat we ons dikwijls te vaak druk maken over futiliteiten. Dat we anderzijds blind zijn voor een aantal kleine leuke dingen. En als je ze nu mist, zoals een knuffel, of zoals eens met je kinderen naar een film gaan, of eens samen gaan wandelen met de kinderen. Als je dat nu mist, dan besef je pas hoe belangrijk dat is. En dat we dat zeer snel vergeten en zeer snel niet ervaren, dus is ook een realiteit, maar het heeft mij toch geleerd om van de kleinere dingen van het leven toch meer te houden. Als burgemeester leer je zeer veel in deze periode. Je leert over hoe een samenleving functioneert, over het feit dat er zeer veel solidariteit is in de samenleving. Dus ik sta soms verbaasd over de discipline die er toch is bij het overgrote deel van onze mensen. Ook van onze jongeren, om bijvoorbeeld de maatregelen na te leven, om mensen te helpen, om spontaan boodschappen te willen doen. Dus er is zeer veel moois naar boven gekomen ook. Ook minder mooie dingen natuurlijk, mensen die dan met kanten aflopen of dat juist het omgekeerde doen van wat van hen gevraagd wordt. Dus
Gelukkig is dat een zeer, zeer, zeer beperkte minderheid, maar ook die bestaat natuurlijk. En het bijzondere natuurlijk aan deze periode is dat die discipline die gevraagd wordt, die vrijheden die ingeperkt worden, dat het natuurlijk vooral gaat over het beschermen van jezelf. Maar gelijktijdig dat daar ook een zeer grote sociale dimensie aan zit, namelijk het is om dat virus te stoppen dat we moeten vermijden dat het kan overgedragen worden van de een naar de ander. En dus die combinatie, namelijk dat het in je individuele belang is, maar gelijktijdig maatschappelijk zeer belangrijk is om maatregelen te volgen. Dat is natuurlijk het bijzondere aan deze periode. Maar nogmaals, ik denk dat we minstens evenveel zeer mooie dingen gezien hebben ten aanzien van de vele ellende die we natuurlijk als burgemeester ook zien. Van woonzorgcentra die niet meer rondgeraken, waar sterftecijfers zeer hoog zijn, waar familieleden komen aankloppen bij een burgemeester met de vraag, mag ik toch nog bij mijn mama, papa in de voorziening? Enzovoort enzovoort. Dus je ziet zeer veel miserie, zeer veel ellende, maar gelukkig ook zeer veel mooie dingen. Als we ons verplaatsen naar midden maart, wanneer het nieuws werd aangekondigd, wat was dan bij u de eerste gedachte misschien als burgemeester, wanneer je ontdekt van oké, het zit momenteel zo? Mijn eerste gedachte was, en ik weet nog zeer goed, het was een vrijdagavond, 13 maart. Mijn eerste gedachte was van, ik moet morgen vroeg overleg hebben met de verantwoordelijke van de stadsdiensten, met de politiediensten en met mijn noodplanambtenaar. Dat was mijn eerste idee, omdat ik ervan uitging dat dergelijke ingrijpende beperkingen ook zijn uitdagingen zou meebrengen op het vlak van het informeren van mensen over wat de nieuwe regels zijn. Ook over het duidelijk maken wat kon en niet kon. Eventueel overgaan tot sancties, alhoewel dat het laatste is wat ik altijd wil. Elke sanctie die moet genomen worden is een beetje een nederlaag, vind ik in deze. Maar dus mijn eerste idee was van, oei, we staan hier voor een zeer grote uitdaging om de mensen te helpen, te begrijpen wat er moet gebeuren. U weet dat Vilvoorde ook een stad is met zeer veel culturen. Het is onze rijkdom, het is onze sterkte. Zeer veel culturen, zeer veel talen. Een groot deel van de mensen, jammer genoeg, spreekt moeilijk Nederlands. En dus dat betekent dat ik ook direct als grote uitdaging zag om proberen de boodschappen in die verschillende talen te krijgen. Om proberen duidelijk te maken aan de mensen die ook geen Nederlands kennen wat de maatregelen zijn, waarom we ze moeten naleven, op welke manier dat er moet afstand gehouden worden enzovoort. Dus direct een ganse reeks praktische zaken die moesten opgepakt worden. Ja, je hebt alvast al een deel van het antwoord gegeven, maar hoe ziet uw dag er nu uit? Op dit moment ziet er mijn dag uit tussen het pendelen tussen mijn bed en de zetel. En een poging doen af en toe om iets te eten, maar ook dat lukt niet goed. Dus rusten, rusten, rusten. Dat is ook datgene wat het ene ongeveer wat we kunnen. Maar ook het enige wat kan helpen voor onze dokter. En dus dat doen we dan ook. Dus afvallen gaan, rusten, slapen en een beetje eten. En gelijktijdig probeer ik toch, maar het lukt niet goed, af en toe naar mijn mailbox te kijken. Maar die zal niet weglopen. Als er iets blijft, is het de mailbox, denk ik. Zo is het, zo is het. En ik heb een zeer goede medewerkster die de dringende dingen ook wel oppakt. Als u de hele periode, kunnen beginnen met 13 maart, tot nu, we kunnen het opsplitsen als het zo beter uitkomt, kon samenvatten in één woord, wat zou het zijn? Angst. Angst in die zin dat je vaststelt dat angst of schrik hebben zeer individueel verschillend is. Je ziet mensen in paniek geraken voor het minste, je ziet mensen te veel relativeren, ook mensen die
die besmet zijn, die soms zelfs de veiligheidsvoorschriften niet volgen, ervan uitgaande dat het toch maar een voorbijgaand iets is. Dus je ziet dat angst heel veel gedaante heeft en dat individuen daar overal verschillend op reageren. Je hebt natuurlijk de angst voor de ziekte, maar je hebt ook de angst van wat zal er met mijn kleinkinderen gebeuren, ga ik ze nog zien? Of omgekeerd, hoe is mijn opa, hoe is het met oma, ga ik ze nog zien? Je hebt ook de angst voor zeg maar zoiets, de schoolse achterstand. Zal het effectief zo zijn dat bepaalde kinderen die bijvoorbeeld moeilijk geconnecteerd zijn of moeilijk kunnen volgen via internet, zullen die inderdaad definitieve achterstand oplopen of niet? Zal de wereld bevrijd raken van Hans deze miserie? Dus je hoort de angst in al zijn vormen terugkeren en zeer sterk verschillend zijn. Zijn er bepaalde segmenten van de maatschappij of misschien sectoren waar u persoonlijk meer over zou willen weten, aangezien we aan het gesprek aangaan met een beetje iedereen in Vilvoorde? Mm-hmm. Is er iets dat u denkt daar of die persoon of daarover zouden wij of zou ik graag meer willen weten? Ik zou eigenlijk graag meer weten over de situatie van een mama of een papa waar er meerdere kinderen in het gezin zijn en die klein wonen, misschien te klein wonen in deze omstandigheden en waar men effectief geconfronteerd wordt met problemen van aangesloten geraken via internet bij de rest van de samenleving. Ik weet dat het bestaat, we krijgen daar indicaties over, maar ik zou toch graag eens die mama of die papa kunnen spreken, al was het maar om die een hart onder de riem te steken en zeker en vast er alles aan doen om die niet met een schuldgevoel te laten zitten. U krijgt u dan misschien de mogelijkheid een bericht te geven aan de kijkers tenslotte. Het mag aan die mama of papa gericht zijn, maar het mag ook iets breder als u wilt. Wat zou ik u willen meedelen aan de kijkers? Wel, ik zou in elk geval aan elke Vilvoordenaar, of nu oud of jong of grijs of wit of kaal is, willen meegeven dat we er met z'n allen voor staan en dat we er met z'n allen door moeten. En dus dat men geduld moet hebben om mensen die het moeilijker hebben, die af en toe eens flippen misschien, dat men daar geduld moet voor hebben. Maar anderzijds dat we elkaar moeten vasthouden en elkaar moeten motiveren om hier samen door te geraken. En ik denk zelfs, als we dat doen, dat we er met z'n allen sterker zullen uitkomen. Want dan zullen we weten dat we samen een gigantische strijd kunnen winnen. En dus mijn oproep zou er inderdaad een beetje in zijn van probeer er het beste van te maken, maar probeer ook vooral voorzichtig te zijn en de voorschriften na te leven. En het is inderdaad in het belang van uzelf, in het belang van de samenleving en in het belang van onze stad. En dus, en daarnaast hoop ik dat we met het nodige geduld er zeer snel van af geraken. Laten we hopen. Alvast bedankt voor de babbel, zo noem ik het, liever dan een interview. We wensen alvast heel veel beterschap. En hopelijk tot binnenkort in andere omstandigheden. Oké. Als ik een beetje beter ben je altijd welkom. Dankjewel. Okay.